krijg een melding van een vliegtuigspotter die hier wel heel gevaarlijk staat. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. Dit is Wim. Vandaag gaan we met Wim. Nee, het is niet Wim. Het is Wim natuurlijk. Vandaag gaan we met Wim op pad met de Camar Opel Astra, toch? Ja, gemaakt door Mark Mods NL. Ik mocht hem al krijgen. Hoe die te krijgen is verder, weet ik niet of die gereleased wordt. Wist hij geloof ik ook niet. Las ik een keertje. In ieder geval, dit is hem dus. Vandaag Camar. Dit is weer een tijdje terug, denk ik, dat we Camar hebben gedaan. Ik weet het helemaal niet meer. Net was ik even aan het kloten en toen zag ik iets grappigs met LSPD van 0.4.3. Ja, moet ik steeds 0.4.3 zeggen of is 0.4 eigenlijk goed? En maakt die .3 niks uit? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. In ieder geval, ik zag dit. Je pakt zo je zaklamp. Dat is een super grote zaklamp. En je doet dit. Nu zie ik niet echt of die nou daadwerkelijk licht schijnt. Ik neem aan van wel. Want het is niet donker. Oh ja, wow. Netjes. Ja, nee, dat is wel handig. Het enige nadeel is dat ik denk ik sneller mijn vuurwapen had toen ik dit niet had. Wacht. Ze zit lekker te schijnen. Je denkt van hey, hallo, ik zie niks. En ineens staat er iemand met een vuurwapen en dan moet je heel snel handelen. Ja, dat gaat gewoon niet. Naar mij de lul. En dat zijn we wel vaker. We gaan vandaag in ieder geval lekker gewoon overdag. Wat heb ik gedaan? Wat heb je gedaan, zullen jullie zeggen. Je game ziet er veel beter uit. Wauw, je hebt geluisterd naar ons. Ja, ik heb geluisterd naar jullie. Denk ik toch. Ik heb Natural Vision Remastered of zo. Natural Visions Remastered gebeuren heb ik verwijderd. Daar was geloof ik een heel, of in ieder geval een heel handige OIV bij. Dat is gewoon een bestandje wat GTA automatisch kan installeren via OpenIV. Nou, daar was ook een bestandje bij die was uninstallen. Dus ik heb NVR geuninstalled. Dus weggehaald. Wat is dat voor een bord trouwens? En ik heb Make Visuals Great Again teruggezet. En dat is dus het oude, bekende, mooie beeld wat jullie nu hebben. We gaan de straat op. We gaan trouwens ook bedankt voor alle tips die ik in de comments binnen blijf krijgen. Want nu weet ik dat ik via Z heel makkelijk in kan melden voor inzetbaar of niet. Taxi's zijn nog oranje, ga ik fixen hoor. Maar genoeg gepraat. Voertuigcontrole en de straat op. Ja, heb ik bijzonderheden om nog verder te melden? Nee, niet echt eigenlijk. We gaan gewoon eens kijken wat we vandaag allemaal gaan beleven. Ik heb namelijk een leuke color pack geïnstalleerd en die gaan jullie zeker zien. En die zullen jullie waarschijnlijk wel een titel gaan zien, maar ja, ik weet natuurlijk niet welke colors we binnenkrijgen. Heb je misschien het eerste meldingje van een rare taxi? Nee, hij gaat weer rijden, ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen. Hou hem even in de gaten in ieder geval. We've got a suspicious person in Los Santos International Airport. Je gaat niet, iets niet helemaal lekker. We houden het even in de gaten. We hebben ook al een melding van een dronken piloot. De eerste keer dat ik dat soort meldingen, ja, of ja, dat is de nieuwe color pack. Ik hou even in de gaten of die gast niet gewoon wegrijdt voor mijn collega van de politie. Vraag me sowieso af wat hij hier doet. Hij is gefouilleerd en hij rijdt er verder. Ik weet niet of het de bedoeling is, maar ik laat hem. Hoi, ik ben Wim, ik moet er langs. Ik heb geen haast of zo hoor. Dankjewel, groetjes thuis, hoi hoi.
Ik geloof dat officieel gewoon geen blauw mag worden gevoerd op het vliegveld. Die regel is in ieder geval bij de roleplay reality zo. Shoutout naar mijn boys. Ik weet niet of die regel in het echt ook zo is. Dus weten jullie dat wel? Want ik weet gewoon dat er ook spoedritten over het vliegveld worden gedaan. Het is weliswaar wel gewoon niet echt hier. Maar ik weet niet of het, ja, of die regel echt is. Dus ik doe maar gewoon oranje. Tot ik in ieder geval wel aangeef van, hey, ik kom eraan. Hier stond toch net een heel groot vliegtuig, hè? Melding, dronken piloot. Oh. Het ging wat hard. Nice driving, dankjewel, inderdaad. Goedendag dames. Goedendag, zijn jullie de mensen die 1 en 2 of die in ieder geval hebben gebeld voor de dronken piloot? Ja, hebben we gedaan. We zijn echt heel bezorgd om hem, alsjeblieft. Oké, ik zal even bij hem gaan kijken. Dankjewel, Gaan. Hij heeft in ieder geval geen vliegtuig bij zich, dat scheelt. Hij kan niet zomaar ineens wegvliegen. Goedendag meneer. Ik ben Wim, politie. En Marge C eigenlijk. Toevallig wat alcohol gehad de afgelopen uren. Denk je serieus dat ik dronken ben? Geef toestemming voor een blaastest? Ja, en drugstest? Jazeker, zegt hij. Nou, dat klinkt niet heel overtuigend. Ja, luister pik. Hoppakee. Smooth landing, bitch. Goed, ja. Nee, even staan blijven, hè. We gaan nergens heen, hè, maat. Je staat heel dicht op, maar dat vind ik niet zo fijn. Ja, goed. Hey, luister eens. Jij bent aangehouden voor het... ja. Waarvoor is je aangehouden? Ja, openbare dronkenschap pak ik hem sowieso. Hij is onder invloed van drugs. Hij voert een beroep uit. Dat is allemaal niet toegestaan. Voor mij sowieso even niet tijdsbewijs. Weet niet met wie ik te maken heb. Kan ik dat nog even laten nakijken bij de OPS. Goed. Ja. Hey, jij gaat even met mij mee. Heb je nog dingen bij je die je bij mag hebben? Ik ga je wel even fouilleren voor jouw eigen en mijn veiligheid. Zodat we in ieder geval weten met wie we te maken. Of in ieder geval wat we... Wauw. Dat we niet voor verrassingen komen te staan. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Niet drugs bij ofzo. Dildo. Hey joh. Gek. Is hier helemaal pannenkoekkoekwijs geworden joh. Ik weet niet waar jij allemaal van houdt, maar... You ain't never getting out of prison. Krut. Klonk wel lekker. Lekker geluidje. Ja, nu konden we via dit geloof ik. Een collega van Assistance required in Los Santos International. Ik ga je alvast even rechten wijzen. Ik ben niet wel verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Waar je gebruik van maken kan dat. Kun je jezelf niet veroorloven. Maar je bent gezien een piloot. Dus dan kun je dat waarschijnlijk wel. Dan krijg je dat niet toegestemd van het Openbaar Ministerie. Heb je begrepen wat ik zojuist heb gezegd? Denk ook wel alsjeblieft groetjes thuis. Hoi hoi. Ja, nee, niks meer aan doen. Melding afgehandeld, zoals Wim dat altijd doet. Helemaal perfect, 100% 5 reten. We gaan door. Stewardessen mogen straks dan op de koffie komen. Bij Wim. Knipoog, knipoog. Het wordt mistig. Dat is niet mooi voor de vliegtuigjes. Wellicht dat er nog wat spannends gaat gebeuren. Ik wil er niet over beginnen, maar het is wel een onderwerp wat we even moeten aankaarten. Ik vrees dat heel veel van jullie inmiddels alweer op school zitten. Ja, rip. Ik vind het ook niet leuk. Hadden we maar geen school, hè? Ik zit niet op school trouwens, maar... Geen vliegtuig nou rijden? Nee, gelukkig. Ik dacht echt dat ik al een Airbus A380 erin had gegooid. Maar dan moet ik die even erin gooien. Of zeggen jullie een ander vliegtuig is vet? Moeten jullie wel even zorgen dat die ook zichtbaar is? Of dat die ook te downloaden is? Maar ja, school dus. Die is snel weg.
Ja, niet leuk. Hoort er wel bij. Nu krijg je natuurlijk 100 comments. Ik heb volgende week pas school. Ja, oké, leuk voor je. Nogmaals, ik heb het niet. Maar... ja. Voor de mensen die het wel hebben. Ik hoop dat je het toch leuk vindt in de eerste week. En voor de mensen die zijn begonnen op de middelbare school. Of op een nieuwe opleiding. Want er zijn best veel van jullie geslaagd. Heel veel succes. En ook daar. Ik hoop dat het leuk wordt. Ik weet niet wat een quad hier op het vliegveld doet. Gaan we even nachecken. Nee, sorry. We gaan hem even natrekken of checken. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 6-0. Mike, Lucas. Ben jij... Goedendag. Ben jij... Mike Lucas toevallig? Thanks. Haha, nee, daar ben je niet. Goedendag. Nee, ik hoef jou niet. My god. Crack. Ik wil niks meer met jou te maken hebben. Hoi. Ben jij Mike? Thanks. Nee, ook niet. Goed, nou hebben we een probleempje van wie is kwad nou. Maar ja, goed. Ik hou me er verder niet meer mee bezig. Hoi, groetjes thuis. Hoi. Alright, off you go. Yeah. Oh. Go on. Rijdt u alsjeblieft prio 2. We krijgen een melding van een vliegtuigspotter die hier wel heel gevaarlijk staat. Hier staat hij. Hey. Hallo. Alsjeblieft prio 1. Hey. Staan blijven. Je wilt echt geen ruzie met Kamal, vriend. Staan blijven. Collega's rijden rechts. Hallo. Ga je verliezen? Hij gaat niet verliezen, hij is aan het winnen. Hallo. Als je vliegvelop rent, dan word je echt keihard getaste, vriend. Hey. Hallo. Blijf eens staan. Wim heeft een topconditie, wil je niet weten. Dadelijk vorder ik die kwad, dan rijd ik hem gewoon daarmee aan je. Ja. Hey, hallo, kom eens hier. Je luistert helemaal niet, hè. Hoor Wim dan hijgen. Hey joh, oké, nu heb je echt een probleem, maat. Ik heb geen taser. Kom op, staan blijven nu. LSPD, don't make me shoot you. Dit is een bedreiging voor het vliegveld, hè. Iemand die het vliegveld opruimt. Nee, kom op, hé. Staan blijven nu. Hier komen. Bij elke verdachte beweging wordt er onmiddellijk geschoten, oké? Okay? Ik heb al geschoten. Je bent helemaal koek was jij. Als je vliegveld oprent, dan ben je heel veel probleem. Ik weet niet of ze dan meteen... Hé, joh, gek. Ik weet niet of ze dan meteen schieten, maar ik vond het wel echt een bedreiging voor het vliegveld. Een collega vraagt om uw assistentie. En dan moeten we rekening mee houden, vind ik. Of ja, rekening. Daar mogen we best op handelen. 12.05, ik ben onderweg. Hebben we een ding bijna bij me hebben? Ik ga nog heel snel fouilleren voordat de collega jou meeneemt. Ja, sommige collega's hebben toch nog een raar pakje aan. Dickhead. Nou, oké, okay, het zal allemaal wel. Goedendag heren. Ik was er net ook, nee, jullie waren dat niet. Maar nu zonder mijn Astra. Ik neem even jullie kwad maar ja. Oh, oh, dat stuur gaat helemaal los je. Wat is dit dan? Oh, oh, oh. Sorry. Hoe snel gaat dat ding eigenlijk? Ik moet even terug naar mijn Astra toch? Ah ja, dat ding gaat snel. Wat is dit? Wat is dat? Hey! Hallo. Wat is dat dan ja? Hebben we niet aangepast. We gaan door naar de laatste melding van vandaag. En is het weer goed geweest voor de Marge C aflevering van vandaag. En we zetten ons wel op inzetbaar, anders krijgen we natuurlijk helemaal geen melding. Persoon met een vuurwapen gespot op het vliegveld. Of ja, bij het... Ja, nee, dit is nog het vliegveld.
En even een vrijstelling, jongens. Snel handelen, het heeft natuurlijk altijd hier prioriteit, hè? Mensen met een vuurwapen bij het vliegveld. Hey! Laat dat wapen vallen en doe je handen omhoog. Hallo. Police, stop whatever the hell you're doing. Mevrouw, hallo. Wapen laten vallen, handen omhoog. Weet je, ik druk gewoon op die... Oh, is dit? Oh ja, kan natuurlijk. Ik ga dat backup menu eens uitproberen. Even mevrouw wachten. Respond code 3, no code 2, yes. Gaan we nog een AT erbij vragen. Die zijn sowieso gekoppeld. Of ze op tijd zijn, dat is een andere. Mevrouw, ik ben Wim van de politie. Geen rare dingen doen. Ik zou van de marge C eigenlijk, maar ja. Hè. We staan te ver van er af. Ik moet naderen. Hallo, laat dat wapen vallen. Ver neerleggen, anders gaat hij misschien af. Oh, nog eentje. Ze heeft er gewoon twee, joh, de gek. Welke verdachte beweging wordt er geschoten? Collega's, links van mij, ja zeker een heel AT weer. Oké, we zijn aangehouden. Verboden wapenbezit. En hoeveel wapens heb je bij, joh? Heb je nog meer wapens bij? Ik ga even fouilleren. Ja, wat ik al zei, hè? Sommige collega's hebben nog een beetje rare pakjes aan. Ik weet niet wat dit is. In ieder geval de echte noodhulp collega's die hebben gewoon netjes PCP. Geen idee. Wat hebben ze toch allemaal seksuele dingen vandaag bij? PCP, geen idee wat het is. Ze heeft wel een wapenvergunning, maar voor handwapens, vuurwapens, voor Glock en zo. En dat was geen Glock wat ze vast had. Dat is verhoord. Ja, wat gebeurt er toch met die Astra, zul je afvragen? Maar als hij vies wordt, dan gaat hij rare dingen doen. Kijk, niet zo mooi. Ja, en ik weet ook niet wat met die Touran 2011 aan de hand is, of 2010. Maar die is ook raar. Mensen, ik ga jullie alvast bedanken voor het kijken. Of je een leuke video vond. Ik zie je graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, nog geen idee. Wanneer deze online komt, ook eigenlijk nog geen idee. Ik zie jullie dan. Doei!